Hoe lang kunnen we dit volhouden? Op de meesbank! We klimmen de meesbank op! Oh, we moeten iets meer naar binnen, denk ik. Oh, oh, oh. Ah, hoe ga ik hier nou afkomen? Hallo, beste kijkers. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Enkie. Ah, wat leuk dat jullie er gewoon weer bij zijn, kijkers. Jullie hebben vast de vorige video gezien hoe we hier geëindigd zijn en anders. In 3, 2, 1, ik reed al en ik was wat af te tellen, maar dat maakt niet uit. Oh, wow. Oh, oh, wat prachtig. Wow. Oh, oh jee, nee, dit is foutenbol. Oh, daar ben je niet, hè. Oh jee. Oh jee, kijkers. Oh, zit ik nou serieus vast? Zit ik nou serieus vast? Op het dak. En ga je ophalen. Goed zo. Ik zie je later, motortje. Oh, nee. Nou, dan weten jullie het nu. Dat is niet zo slim van mij. Maar goed, leuk dat jullie er allemaal zijn. We zijn vandaag nog steeds hierboven. Ik had jullie gevraagd. Hé, kijkers. Weten jullie misschien een manier waarop ik naar beneden kan gaan? Maar jullie hebben allemaal hele slimme comments achtergelaten. Ah, en daardoor heb ik absoluut een manier gevonden om naar beneden te gaan. Ik ben wel al een tijdje hierboven, dus als ik een beetje schor klink of zo, hè. Dat komt door het weer. Maar voordat de video begint, kijkers, heb ik toch eens even wat belangrijk nieuws. Het is niet echt nieuws of zo, het is meer gewoon. Het is wel nieuws. Namelijk, je kan nu hier op de abonneerknop klikken. Op de abonneerknop? Ja, op de abonneerknop. We hebben inmiddels bijna 86.000 abonnees. Wow, hé! Hey! En vorige keer zei ik, comment het even als je geabonneerd bent, like ik het. Doe dat nu nog een keer, comment en zeg, hey, ik ben vanaf nu geabonneerd. En dan ga ik je comment een hartje geven. Maar dan moet je wel echt geabonneerd zijn, anders geef ik hem geen hartje. En dan gaan we samen voor de 87.000 abonnees. Kunnen we dat allemaal? Abonneer even, like even, dan gaan we ook voor 4.000 likes. 4.000. Maar goed, leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Ik heb zoals ik zei een hele goede manier gevonden hoe ik hier naar beneden kan. Ik heb lang nagedacht, ik kan allemaal dingen monteren hier en zo. En ik kan onderdelen er vandaan halen. Maar toen had iemand een hele simpele comment. Waarom ga je niet gewoon met de deur naar beneden? Dus ik dacht, ja weet je, dat doen we maar gewoon dan, hè. Gewoon met de deur naar beneden. Ik weet niet waarom ik daar niet eerder aan heb gedacht. Ik heb daar 3 dagen gezeten. 3 hele dagen. En ik heb niet eens over die deur nagedacht. Oh, wat stom van mij. Nou, mijn motor die ik had gebruikt, die is inmiddels wel kapot. Dus dat wordt hem ook niet meer. Dus dit wordt een hele lange rit naar huis. Ja, dat wordt dus veel loop. Wacht eens even, ja. Mijn panto staat daar gewoon nog. Natuurlijk. Natuurlijk, joh. Ik was hier met die motor en mijn panto was ik hier natuurlijk naartoe gereden. Van mijn vakantietje naar het sneeuwgebied. Dus we kunnen gewoon nog de motor pakken. De motor? Ik zeg ook de motor, maar... Auw! Ik bedoelde eigenlijk de panto. We kunnen nog de panto pakken. Zo. Oh, we zijn gelukkig weer eindelijk lekker bijna thuis. Ah, dan heb ik toch zin in een paar donuts. Ah, de donuts zijn zo lekker altijd, hè. Volgens mij is er wel niemand thuis. John, Peter en Roy, die zijn er volgens mij niet. Thuis! Ja, eindelijk weer! Oh, auw! Ah, wat fijn om weer lekker thuis te zijn, hè. Lekkere nootmuskaatkoekjes. Nam, 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 nam. Maar oké, kijkers. Ik heb vandaag weer een plan. Ik heb vandaag niet zomaar iets. Het is echt heel leuk. Ik doe namelijk de laatste tijd heel veel van die testjes, weet je. Zoals van de berg af van Mount Danger. En door de stad rijden en die sprong maken. Maar heel vaak heb ik dat de auto, als die landt, dat die gewoon op zijn kop landt. En het niet aan kan, omdat ja, bijvoorbeeld zijn wielen zijn gewoon te klein en zo. Dat soort dingen. Dus ik dacht, weet je wat? We gaan iets heel cools monteren. Iets heel jottepools. Maar daarvoor moet ik eerst naar een speciale geheime locatie. Om mijn voertuig op te halen. Ik heb al de wielen en zo, de onderdelen, die heb ik al. Maar ik heb het voertuig zelf nog nodig. Dus daar gaan we. We moeten even denken. Waar ga ik die op? Oh ja, ik weet al waar ik die op ga halen. Ik ga wel... nee, ik ren er wel heen. Want anders moet ik mijn panto weer achterlaten en zo. Dus we gaan even joggen. En dan gaan we in heel geheimzinnige taal. Ik weet niet waarom ik taal zeg. Waarom zeg ik taal? Hele geheimzinnige Henkie-stijl. Gaan we het voertuig ophalen. Tot zo. Oké, kijk eens. Na een lange wandeling zijn we er als het goed is. Zit ik erin even door, hoor. Volgens mij, van mijn calculaties. Ja, daar staat hij. Ah, kijk, ik heb het goed gecalculeerd. Hier staat hij. Kijk eens, deze moest ik hebben. Ah, ik wist toevallig dat bij die rijke stinkjes hier, dat er gewoon eentje zou staan. Zou ik deze gewoon... Ah, tuurlijk kan ik deze gewoon pakken. Joh, niks aan het handje. Dankjewel voor het lenen van je limousine. Doei. Wat een aardige mensen dat ze me deze gewoon uitlenen, een limousine, hè. Wat top dit. Oh, wacht. Oh ja, wacht. Hier kan ik wel heen. Zo, deze route is helemaal voor Enkie gemaakt. Nou, op naar huis en dan zien we elkaar daar weer. Hij is wel traag, hé. Jezus, moet je zien hoe traag die is. Nou, je gaat mij toch wat leuks aan maken. Nou, daar zijn we dan weer, hoor. Eindelijk weer lekker thuis, maar nu met de limousine. Ah, die hebben we eerlijk geleend en
Ze hoeft er niet terug, zeiden ze. Ook al had ik ze niet aangesproken of zo, maar dat maakt allemaal niet uit. Dan zetten we hem even hier neer. Nou, kijk eens, we hebben die limousine bemachtigd. Nu gaan we er toch zo'n prachtig voertuig van maken. Ik ga hem gelijk al de goede kleuren spuiten en zo. En dan gaan we er gelijk een bepaalde test mee doen. Waarvan ik zeker weet dat dit goed gaat komen. Omdat deze limousine die gaat een upgrade krijgen. Die heb ik nog nooit toegevoegd. Dus laten we de hamers pakken. We kunnen eindelijk lekker weer een beetje thuis monteren. Dus ik pak de hamers erbij. Ik pak de onderdelen erbij. En dan gaan we hier een prachtig van maken. Maar voordat ik dat ga doen, kijk eens. Is hier een oude reclame van mijn boer Frank die ik gewoon heel leuk vond. Veel plezier met kijken. Ben jij het ook zo zat om in je oude tractor rond te rijden? Ja. Kom dan nu naar Henkie's monteurder en laat jouw tractor of auto of ander wagen monteren. Toch, Frank? Ja. Maar van zo'n tractor kunnen wij naar dit. Echt zo'n prachtig droogkukken, Frank, de cameraman. Kom nu naar Henkie's monteurder. Open 24/7. Ja! Ja. Nou, was dat niet even een leuke reclame? Maar goed, kijk eens, hij is klaar. Zijn jullie ook zo benieuwd als ik? Ook al heb ik hem zelf gemonteerd en weet ik al hoe hij eruit ziet. Dan komt hij 3, 2, 1, pijl! Oh, dat is alleen zijn achterkant. Kijk, dit is hem. Ah, oh, wat is hij prachtig geworden, hé. Ah, oh, wat is hij mooi. Als ik hem ook zo zie. Ah, en alleen het nummerbord klopt nog niet. Dat ga ik heel even snel fixen. Zo, kijk, dat is veel beter. Jotem! Maar goed, dit is hem, kijk eens. Hij is zo prachtig, hij is zo mooi, zo snel, zo groot. En hier kan niks tegenop, hoor. Zo, kijk, het dakraam heb ik hem maar ook ingelaten. En hij is zo prachtig. Hij is ook zo groot, hé. Dus laten we hem heel even kijken hoe we dit gaan fixen. Met hoe we hieruit gaan rijden en wat voor tests we gaan doen. En heb ik zelf al zin in. Moet je het geluid trouwens horen, kijkers. Let op. Dat is hard, toch? Dus daar gaan we. Hoppakee. Nou, we staan al gelijk op de weg. En kijk eens, hij is zo prachtig snel. Maar ik wil echt een bepaalde test doen met deze. Want ik vraag me af of dat gaat lukken. Ik heb deze auto namelijk zo gemonteerd dat hij zo'n sterke zwaartekracht heeft. Oh, sorry paal. Dat hij wellicht misschien zelfs de muur op kan rijden hier. Ik ga proberen, hoor. Moeten we zo. En dan ja. Ja. Nee. Oh. Oh. Ja, omhoog. 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 Je kan het! Je kan het! Ah! Ah! Nou, nog een keer. Kom op, Henkie autootje. Kom op, Henkie autootje. Kom op, Henkie. Ja! 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 We kunnen het! De auto kan de muur oprijden! Oh, dat is... Oh, au, au! Au, au! Au, au! Het is wel gewoon gelukt, kijkers. Wat top dit! Nou, kijkers, dat is toch helemaal top gelukt, dit, hé? Ah, dat is de eerste test. De tweede test is natuurlijk hoe hard gaat hij door de stad. Maar ja, hij is zo groot. Dus dan ga ik wel gewoon gelijk doen. Zo door de test door de stad. Oh, maar hij is zo groot dat ik denk... Oh, dat het misschien een beetje te kleine ruimte voor hem is. Maar we komen erachter. Hij gaat zo hard en hij breukt gewoon alles omver, hé. Bam. Niks stopt hem gewoon. Normaal zou ik al lang... Au. Oké, misschien stopte dit hem. Normaal zou hij al lang stil zijn gaan staan. Maar voor deze auto stopt voor niks natuurlijk. Deze blijft gewoon lekker doorgaan. Dus ik denk dat we maar gelijk door kunnen naar Mount Danger. Want, oh, de stoptest, dat is niks voor deze auto. Voor deze monster limo. Zie je hoe snel die gaat en... Wow, de vangrail was... Au! De vangrail hield hem niet echt tegen, hè? Moet je zien. De vangrail... Moet je zien als ik over de vangrail ga. Bloop. Hoppakee, niks aan de hand. Zo, nou, dat is pas top. Laten we naar Mount Danger gaan. Nou, dus zijn we naar kijken. We zijn er bijna, maar ik bedenk me net... Weet je wat? Volgens mij kan ik gewoon omhoog rijden hoe ik wil met deze auto richting Mount Danger. Moet je zien. Hij heeft niet eens moeite met op deze berg komen. Nou, wat is dit toch perfect? De moeite is... Oh, jij. Op je voetjes. Hoppakee, nou. Wat, dit vind ik echt een van mijn favoriete auto's. Maar goed, kijk eens. Als jullie zelf iets achter willen laten... Oh, wow. Wat een goede sprong. Wat ik een keer moet gaan monteren. Dan moet je dat in de comments doen, hè. Dan moet je zeggen, hey, Henkie... Moet je dit monteren en dan... Oh jee, oh jee, oh jee, oh dit is foutable, dit is foutable. Oh, dit is... Oh nee. Remmen. Kijk, wat een goede rem heeft hij ook, denk ik. Noodrem. Maar laat eens een comment achter met wat je wil dat ik monteer. Het hoeft niet specifiek een heel specifiek voertuig te zijn. Maar het mag ook gewoon een... Ja, zo bijvoorbeeld zeg, maar ik monteer een helikopter of zo, weet je. Hé, hey, een pad. Nou, wat is dit nou leuk? We gaan een pad volgen gewoon. Oh ja, maar dit is wel heel krap. Wow, zagen jullie die bocht? Wow, wat is deze auto echt... Behendig, hé? Goed. Maar bijvoorbeeld als je wilt dat ik een helikopter monteer, laat dan achter. Henkie monteer een helikopter of monteer een grootste boot ooit of het grootste vliegtuig ooit. Laat het allemaal weten. Ah, en dan kan ik even in de comments kijken. Tussen alle andere leuke comments, hoor. Wat ik volgende keer moet gaan monteren. Oh, wat is dit eigenlijk mooi, hè?
om hier helemaal met deze auto omhoog te rijden. Ik vind het zo cool hoe hij dit doet. Hij redt het gewoon zo makkelijk. Jullie hebben het helemaal gevolgd hoe ik naar boven ben gegaan. En dan hier verder omhoog zo. Hoppakee. En dan is als het goed is hier. Daar is het hoor. Daar is het. Hier, hoppakee. Mount Danger. We zijn er, kijkers. We zijn er. En ik ben zo benieuwd hoe hij deze test gaat halen. Past hij überhaupt wel over het bruggetje heen? Ik weet het niet. Zal ik eens kijken eerst voordat ik ga? Oh! Nee, oh, ho, half, ho. Half, ho, 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 ho. Oké, weet je, we gaan het gewoon proberen. Kijk eens, like de video. Abonneer even. Dan gaan we in 3, 2, 1. Mount Danger! Yeah! Oh jee, oh jee. Oh, dit is een hele nieuwe kant waar we op gaan. Oh, dit is... Oh, oké, dat was anticlimax. Maar weet je wat wij toevallig hebben, kijkers? Voor een anticlimax als deze. We hebben hier een nieuwe sprong. En weet je wat we dan denken? Hey, die boost button! Oh, wow! Oké, dit is een hele andere aparte test van... De, oh, van Mount Danger. Maar we kunnen gewoon goed op de voetjes landen. Bam! Oh, oh! Oh, 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 oh! En bam! Oh, 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 nee. Oh, jee, oh, jee. Oh, kijk eens. Nee, nee, we zitten vast. Of niet? Oh, 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 we zitten vast. En dat is nou eens even pech hebben. Dan denk je dat het goed gaat en dan heb je pech. Weet je wat? We hebben voor- en achterwiel aandrijven. We kunnen het proberen nog even. Oh, au, au. Oh, oh, ah. Zo, je wordt wel misselijk hierin. Nou, dat was wel een aparte test van Mount Danger. Maar waar zijn we überhaupt beland? Ik ben nog nooit geweest. Ik wil je gewoon weg. Ik wil je gewoon weg. Sorry, tonnen of pallets. Spijt me voor dat ik hier kapot heb gemaakt. We gaan maar gewoon deze kant op, weet je, want het is een beetje allemaal te krap hier. Je moet niet in de krappe situaties terechtkomen, hoor, met deze auto, want dan heb je een probleem. Wat ben ik hier al lang niet geweest? Zoé. Ah, maar ik moet eigenlijk ook nog even een goede snelheidstest doen. En we zijn op de snelweg, weet je. Dus waar kan je een betere snelheidstest doen? Nou, gewoon lekker op de snelweg. Wat is die snel? Wow. En hij is ook zo behendig. Oh, is paal. Ah. Oh, we rijden paal op. We rijden paal. Oh, dat kan ook. Wow. Wat gebeurt er? Hoe is dit mogelijk? Wat is dat voor gekke paal? Een magische paal, kijkers. Oh, op de voeten. Ah. Wow, zagen jullie dat? Oh, nee. Oh, dat was zo'n magische paal. Nou, dan gaan we nu maar weer lekker richting de stad. Oh, en ik denk dat we daar binnen no time zijn met deze snelheid op de weg, hoor. Oké, kijkers, we zijn gelukkig weer lekker in de stad. Maar ik zag dit gebouw en ik dacht, weet je, ik heb op dat ene gebouw geklommen. Wat nou als ik ook op deze kan klimmen? Dus, wat Henkie dacht, is we gaan ons best doen. Oh, oh, kom op, kom op. Kom op, kom op. Ja, ja, Henkie, je kan het. Je kan het, Henkie. Rij het dak op. Rij het dak op. Oh, het is je gewoon gelukt. Het is je gewoon gelukt. In de eerste keer, de eerste poging. Wow. Ah, oh, we zijn gewoon het dak opgeklommen. Weet je wat? Nu moeten we nog hoger gaan. Dat dak daar, ik zag hem al. We gaan nog een dak proberen. Eentje die nog hoger is. Zo, en dan gaan we. Zo, met dit voertuig kom ik gewoon overal. Kijk, kijk eens, dit was ons volgende doel. Dit dak hier. Oh, ik ben zo benieuwd of deze ook gaat lukken. Dat zou zo cool zijn. Kom op, kom op. Kom op, ja, 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 ja. Kom op, Henkie, je kan het. Henkie, Jotem de derde. Henkie, Jotem de derde. Dak op. Klim erop, klim erop. Oh, dit is zo eng. Dit is zo eng. Wow, 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 wow. Oh, nee. Oh, oh, dat gaat hier. Oh, dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ja, we zijn er. Ah, en op het hoogste punt. Wow, hoe cool is dit? We kunnen gewoon daken op. En, oh, kunnen we er ook af? Heel netjes, als hij zonder te springen. Oh, jee. Dan ben ik, oh, 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 dan moeten we heel rustig gaan. Wow, dit is toch wel heel cool, hé. Daar gaan we dan. Heel voorzichtig het dak af. Heel voorzichtig het dak af. Oh, blijf erop, blijf erop, blijf erop. Oh, dit is niet voorzichtig. Dit is niet voorzichtig. Dit is wel een teken, kijkers. Alleen hier kom je heel moeilijk op. Ik wil zeggen, kunnen we op het hoogste gebouw dat er bestaat, kunnen we daarop klimmen? Alleen, ja, hoe kom je, hoe begin je dan, weet je? Want het, kijk, het heeft al zoveel moeite dit. Hoe kunnen we dit doen? Misschien als we een sprongetje tegen dit ronde ding aanmaken en dan er tegenaan knallen. We gaan het proberen. Oké, 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 oké. Kom, 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 kom. Oh, 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 nee, 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 nee. Oh, kom, 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 kom. Nee, au. Het is mogelijk, ik weet het zeker. Kom, kom, kom. Kom op, kom op, kom op, Henkie. Kom op, Henkie. Er tegenaan plakken. Ja, 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 ja. Oh, oh, ja, ja. We zijn onderweg, we zijn onderweg. Oké, oké, dit is moeilijk. Dit is spannend, kijkers. Dit is een spannende. Dit is een hele spannende. Hoe lang kunnen we dit volhouden? Hoe lang kunnen we dit volhouden? Op de meesbank. We klimmen de meesbank op. Oh, we moeten iets meer naar het midden, denk ik. Oh, 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 jee, dit gaat net naar goed. Dit gaat net naar goed. Oh, kijkers, kijkers. Oh, oh, we zijn nog niet klaar. We zijn nog niet klaar. Nee, 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 nee. We waren zo dichtbij. Oh, nee. We waren zo dichtbij. Nou, weet je, kijkers, dat vind ik wel goed genoeg, hoor. Dat we zo dichtbij waren op de meesbank. Hé, hey,
Daar ben ik nog nooit beneden geweest. Wat is daar beneden? Dit is gewoon een garage of zo. Wat cool dit. Moet je zien, je kan gewoon leuk naar beneden. Auw, wat leuk. Dit plekje. Nou, dit vind ik leuk, gezellig. Maar goed, kijk eens, ik ga lekker terug naar huis. Ik vond het een leuk avontuur. Ik vond dit wel een van de leukste voertuigen ooit. Ah, jot hem heen. Dus we gaan snel terug naar huis. En dan vind ik het wel mooi geweest. Zo, daar zijn we lekker weer, hé. Ah, oh, wat een topdag was het vandaag, hé. We parkeren de auto gewoon weer lekker hier zo. Hoppakee. Boom, niks aan het handje. De panto staat er nog. Nou, kijk eens. Wat vond ik het gezellig dit, hé. We hebben gewoon muren opgeklommen. En we hebben de coolste dingen ooit gedaan. Dit was zo leuk. Dus dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Kijk eens om even een duimpje omhoog. Abonneer allemaal eventjes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Comment even wat jullie vaker willen dat Henkie gaat doen. En dan ga ik het zeker doen. En hopelijk krijgen we nog meer van dit soort leuke dingen. Doe maar een duimpje omhoog. Abonneer eventjes. Spreek ik jullie later. Glaasje water. Telt het vier flesje bier. Doei. Yeah. Vind ik het zo.